Allemaal. Welkom weer bij een filmpje van Zorgbureau De Liemers. Ik wil jullie vandaag meenemen in een verhaal wat gaat over accepteren van de situatie. Ik merk dat veel mensen het heel lastig vinden om de situatie, hoe die nu is, te accepteren. Nou is er iemand die daar een theorie over geschreven heeft, die heet meneer Covey. En het interessante daaraan is dat het eigenlijk op een goede manier kan uitleggen wat je kunt doen om de situatie toch meer te accepteren dan dat je misschien nu al doet. Eigenlijk kun je het zo zien dat om iedereen heen een cirkel te trekken is. Die noem je dan de cirkel van betrokkenheid. Daarin zit bijvoorbeeld het werk wat je doet of het feit dat je naar school gaat. Maar ook het gezin waarin je leeft. Misschien wat er allemaal op je pad komt. En waar jij je betrokken bij voelt. Nou kan je krijgen dat veel mensen, als je vooral heel erg in de cirkel van betrokkenheid begeeft, dat je daar frustraties op loopt. Omdat het namelijk niet automatisch zo is dat jij daar dingen kunt veranderen. Daarvoor moet je je namelijk in een iets kleinere cirkel bevinden. Dus de cirkel van betrokkenheid is groot en de cirkel van invloed is een stukje minder groot. En in het midden sta jij, zullen we maar zeggen. In die cirkel van invloed, daarin kun je dus door middel van actie en door middel van jouw gedrag de situatie veranderen. Een voorbeeld. Op dit moment kun je misschien niet naar je werk of naar de school waar je normaal gesproken naartoe gaat. De mogelijkheid bestaat dat je daar heel erg boos van wordt en dat je daar heel erg tegenaan gaat schoppen eigenlijk, letterlijk. Of misschien ook wel helemaal in een dip schiet omdat je niet weet wat je nu moet doen. En dat je eigenlijk alleen maar wil dat je gewoon weer naar je werk kunt of naar school kunt. En dat je alle dingen die je eigenlijk wil doen weer kunt doen. Weet je, enerzijds willen we dat allemaal natuurlijk weer, dat dat mogelijk is. Maar het gaat er dus om, als je heel erg daar blijft schoppen en of depri wordt, dan zit je eigenlijk met je gedrag de hele tijd in de cirkel van betrokkenheid. En dan kun je dus eigenlijk niks veranderen aan de situatie. Op het moment dat je een stap terug doet naar de cirkel van invloed, dan kun je kijken welke acties hebben invloed op de situatie. Wat helpt mij? En het mooie is, vaak help je daarmee dan ook weer anderen. Want stel je voor, je woont met je ouders in je gezin. En je kan steeds niet de situatie accepteren zoals die is. Dan is dat natuurlijk voor je ouders misschien ook best moeilijk om goed mee om te gaan. Want die willen je eigenlijk graag helpen, maar dat lukt dan ook niet zo goed. Op het moment dat je weer in die cirkel van invloed stapt, kun je bijvoorbeeld gaan nadenken over hoe zorg ik ervoor dat het op dit moment zo prettig mogelijk is voor mezelf. Dus bijvoorbeeld ga je bedenken, ik maak mijn huiswerk vooral in de ochtend, zodat ik in de middag tijd heb om een stukje te gaan fietsen of wandelen. En zodat ik in de middag tijd heb om te gaan gamen of wat dan ook. Het voordeel daarvan is dat je eigenlijk veel meer de situatie accepteert zoals die is, in plaats van dat je er tegenaan blijft schoppen. Probeer eens na te denken hoe het met jouw cirkel zit en waar jij je vooral in begeeft. En of je daar misschien nog iets in zou kunnen veranderen of verbeteren. Succes! Nog een laatste voorbeeld wat misschien wat minder dichtbij is, maar wat het wel goed kan verduidelijken. Stel je voor, je bent een unicorn. En je bevindt je op dit moment in de cirkel van invloed. Helemaal goed. Maar je bent dol op regenbogen. En op een dag is het weer uitermate belabberd. Het regent de hele dag, dus geen regenboog in de buurt. Daar kun je behoorlijk boos voor worden in de cirkel van betrokkenheid.
Maar op het moment dat je teruggaat naar de cirkel van invloed als unicorn zijnde, kun je bedenken, verhip, dat is waar ook. Ik kan door een scheetje laten mijn eigen regenbogen maken. En zo gaat de unicorn een stuk beter met de situatie om en kan die hem accepteren.